Goedenavond luisteraars. Dit is Pastorie online, de vragenrubriek van de Reformatorische Jongeren Site RefoWeb, in samenwerking met de Reformatorische Omroep. Mijn naam is Gert Jansen. Vanavond hebben we als gast Dominee Simons, hervormd predikant van de gemeente Volburg holmoed Dominee, hartelijk welkom. Dank u wel. U bent al 15 jaar verbonden aan de vragenrubriek van RevoWeb... En in die periode hebt u 144 vragen beantwoord. En u houdt ook regelmatig lezingen op jongerenavonden. En daarnaast heb u ook nog mail- en appcontact met uw katechisanten. We kunnen dus eigenlijk concluderen dat u wat met jongeren hebt. Kunt u daar iets over zeggen? Wat, wat heeft u met jeugd? Ja, wat heb ik met jonge mensen? Sommige dingen die kun je niet altijd bewust verklaren waarom dat het zo gaat. Maar zolang als ik al predikant ben, denk ik, voel ik me ontzettend verbonden met jonge mensen. En probeer ik in het vel, in de huid te kruipen. van hoe jongeren denken en hoe ze met dingen omgaan. En ook de projectie, denk ik, naar, je, naar mezelf toe. Hè? Hoe ik zelf geweest ben vroeger. Hoe ik in de kerk gestaan heb en hoe ik omgegaan heb met de prediking enzovoort. Dat roept telkens bij mij. Een drijf op om in contact te komen met, met jongeren. Ja. Dus dat is wel een beetje de achtergrond. Ik hoef er geen moeite voor te doen. Ik bedoel, het zit in mij. Dus niet dat ik geen oog heb voor ouderen. maar ik weet hoe jongeren denken. en hoe ze in de kerk staan. en hoe een prediking overkomt. en catechisatie, dat het allemaal niet zo positief is voor hen. Dus je probeert hun wat te triggeren of erbij te trekken. of... Een gevoelige plek aan te raken door de prediking en door de gesprekken. Dus dat is denk ik wat ik met jongeren heb. En dat ik gewoon weet dat godsdienst, eh, zonder dat het in je hart leeft, dat het ontzettend zwaar is. En dat ze gewoon eigenlijk afgehaakt zijn van binnen. Hè. Ze haken niet af, maar ze zijn eigenlijk afgehaakt. Waardoor het een verlangen in me is om juist hen erbij te trekken. Om hen te laten zien van. Het koninkrijk van God is zo totaal anders dan dat jullie denken. Ja. Vroeger had je geen sociale media en dat is er nu wel. Is ja. dat de reden dat u heel actief bent op sociale media? Nou, ik ben denk ik helemaal niet zo actief op sociale media. Ik heb wel eh, appen kan ik dan en mailen kan ik dan, maar dan stopt het echt okay, mee. Ik ja. heb geen Facebook en al die andere dingen heb ik niet. Eh, voordat dat er allemaal was, dat heb ik nog steeds. Ik heb orde mappen vol, echt orde mappen. Die heb ik natuurlijk bewaard met allemaal brieven. Eerst met de hand geschreven ja. en later werden dat uh, getypte brieven. Maar ik heb wel zeven ordnermappen met allemaal brieven. Dus ik, ik heb vanaf het begin van mijn loopbaan, toen ik kandidaat was, is dat al begonnen. De SRA-avonden, de SRB-avonden. En dat heb zoveel losgemaakt. Daar heb ik het zelf natuurlijk naar gemaakt. Want. Ik nodig ze gewoon uit natuurlijk. Ja, dus het de is je de... eigen schuld. Ja, het ja. is mijn eigen schuld. Maar ja. het is voor mij ook geen last. Ja. Uh, ik ga mijn doopzeil niet richten, maar ik ga het elke morgen heel vroeg op. En ik ben altijd elke morgen aan uh, apps beantwoorden en mails beantwoorden en vroege brieven beantwoorden. Dus dat doe ik al zo lang als ik ja, in het Koninkrijk werkzaam ben. Is staat de vroege uurtjes voor, zeg maar. Ja, maar er moet wel een vertrouwensband zijn. Als jongeren hun verhaal uh, aan u kwijt uh, willen ja. en kunnen, dan moet er een vertrouwensband zijn. Ja, maar ook dat is niet iets wat je bewust, denk ik, uh, moet oproepen bij jezelf. Dat is er gewoon. Hè? Ik ben nu 63, dus ik sta heel ver van jonge mensen af qua leeftijd. En misschien ook qua belevingswereld. Maar ze blijven aan me trekken op een of andere manier. En dat is met refouwerp denk ik ook zo. Ik krijg wel bepaalde vragen toegespeeld. Hè? Dus uh, ethische vragen die behandel ik helemaal niet zo vaak. Mm. Uh, die komen wel eens voorbij. Maar het gaat in 99 van de 100 keer toch wel over de wezenlijke dingen waar ze mij op aanspreken. Ja. Ik was vorige week nog op een jongerenavond. Toen stonden er gewoon vijf te wachten in de rij. Dus ik ben tot 12 uur daar gebleven. En eerder dat ik thuis was, was het één uur. Maar dat ze na de lezing ja, met getuigenis zou komen. Hè? Dus dat ze gewoon zeggen, weet u wel, dat uw boekje van twee jaar geleden in mijn leven zo'n diep spoor hebt getrokken. En ik kwam echt verwonderd thuis. En ik vertel dit echt tot eer van de heren, want het gaat niet om mij. Maar die vijf mensen die daar stonden, kwamen alle vijf met het boekje aan. En de een van acht jaar geleden, en de ander van vier jaar geleden, ja. en de ander van vorige week. So. En toen stapte ik in de auto en toen zag ik nog mensen naast mij. En ik zag dat die jongen emotioneel was en er stond een meisje naast. Dus ik dacht dat ze problemen hadden in de relatie. En toen stapte ik in, wou ik in de auto stappen, toen zegt dat meisje... Dag dominee, bedankt voor uw boekje hoor. Ze zegt, ik heb net met deze jongen dat ik dat boekje wat ik van u heb op zal sturen naar hem. Ik zei, nou dat hoeft niet, want ik heb er een in de deur van mijn auto zitten... <laughs> Ja. Dus dat was voor mij een hele wonderlijke avond... ...dat de heren tot vijf maal toe bevestigden... Ja. ...dat mensen toch gegrepen waren... ...en herkenning hebben gevonden... ...in hetgeen wat in dat boekje geschreven staat. Ja, ja. ja dat, dat is dat boekje wat u in 2013 hebt geschreven... Uh, ...Christus voor ogen geschilderd, bedoelt ja. u. Ja, en eigenlijk de... heb ik het niet eens geschreven... ...want het zijn lezingen die verzameld zijn... ...en door mij bewerkt zijn en door een ander en in een boekvorm uitgegeven zijn. Maar er zijn echt duizenden boekjes van verkocht. Ja, maar de, de, dat ging over de toe-eigening van het heil, onder andere? Ja, over de rechtvaardiging. Mm -hmm. Wat is het om rechtvaardig voor God te verschijnen? Over het aanbod van Gods genade. Over wat is zonde en wat is wedergeboorte? Hoe kun je weten dat je zonden vergeven zijn... Dat komt allemaal in dat boekje allemaal aan de orde. Ja, ja dat is vele tot zegen geweest, dus uh, duidelijk. Uh, was dat boekje ook specifiek voor jongeren bedoeld? Of? Nou, het waren wel in principe de, de, de grondregel uh, van het boekje is wel de lezingen voor jongeren geweest. En ik heb ook geprobeerd in dat boekje daar het accent wel bij te leggen om jongeren aan te spreken. Het ja. wordt ook door ouderen natuurlijk wel gelezen, maar het taalgebruik. In mijn taalomgeving eh, is in ieder geval voor de jongeren geweest. Juist, ja. Ja, ja. Hoe zou u die jeugd van tegenwoordig eh, kunnen of willen schetsen? Voelen ze zich nog betrokken bij de kerk? Ja, dat geloof ik zeker. He, ondanks alles wat er aan de hand is in de kerken, is er altijd wel een deel van de jongeren geweest die echt serieus met de dingen worstelen. Misschien wel meer dan vroeger, doordat ze denk ik ook wel wat makkelijker communiceren met je. De generatie, mijn generatie, doet dat veel moeilijker, denk ik, als de jongeren die nu uh, jong zijn. Dus dat, dat is denk ik ook wel iets wat, wat meewerkt, dat ze wat openhartiger zijn en wat makkelijker hun gevoelens aan je kwijt durven. Te, te, de, de, de gevoelens aan te geven. Dus, maar ik geloof zeker ondanks aan in 2021 leven. Dat God gewoon bezig is. Maar komt dat misschien ook omdat ze natuurlijk nu wat makkelijker met uh, de prediking van andere gemeenten kunnen meeluisteren? Dat ze daardoor ook vragen krijgen bij ja. misschien in hun eigen gemeente? Ja, dat denk ik ook zeker. Kijk, toen wij, toen wij hun leeftijd hadden, toen hadden we een veel beperktere. Uh, ik, ik, ik ging naar de kerk waar ik hoorde. Mm. En verder had ik alleen een negatieve blik. Dat had ik ook. Want ik dacht, bij ons is het alleen en bij de anderen is het allemaal mis. Um, dat gevoel leeft veel minder, bij, bij sommigen wel. Maar het merendeel van onze jongeren, dat hebben ook een nadeel, denk ik. Ik heb niet zoveel last van hun van kerkverband of zo. De oudere generatie heeft daar veel meer moeite mee, buiten hun eigen kerkverband. Ja, ja, dat kan wat u zegt ook een nadeel zijn natuurlijk, natuurlijk. ...jongeren kunnen ook belangstelling krijgen voor wat vrijere groepen. Dat het ja. allemaal wat, wat blijer en wat vrolijker moet. Ja. Nou, met alles, ik zeg altijd de euro die heeft twee kanten. Dus wat het ene kant soms tot voordeel is... Hè, ...dat ze wat breder kunnen luisteren, op internet kunnen luisteren... ...maar het heeft zeker ook een gevaarlijke kant, dat geloof ik ook. Hm. Uh, ze kunnen zo breed uh, inloggen en zo breed uh, luisteren... En daardoor ook vragen krijgen, hè? vooral over de doop en vooral ja. over de gevestigde kerk. Dat is wel echt iets van onze tijd. De liturgie bijvoorbeeld? Ook, ja, ja. inderdaad. Ja. Dus dan krijg je ook vragen, omdat ze natuurlijk om zich heen ook horen en zien, dat er ook andere manieren zijn om om te gaan met het woord. Waardoor ze ook wel op een soort randje balanceren. En dat roept vragen op. En die vragen die stellen ze dan natuurlijk ook weer bijvoorbeeld aan mij. Ja. Uh, dus dat is, het heeft een voordeel. Maar de mediagebruik kan ook een heel groot nadeel hebben. Ja, en wat is dan de beste manier om de jongeren aan je eigen kerkverband te binden? Nou ja, goed. Dat, ik geloof niet dat ik bewust, als ik antwoord geef per mail of zo. Of, of per, per brief of wat. Dat ik bewust uh, ze aan de kerk wil binden. Want ik denk dat. Dat redden we niet. Ik kan, ik kan onze jongeren niet bij de kerk houden. Ik kan hun hooguit, en dat is mijn verlangen, proberen vanuit het woord uh, te weerleggen waarom dat wij ambten hebben, waarom dat wij de kinderdoop hebben, waarom dat wij een wat sobere, sobere liturgie hebben. Dus dat probeer ik vanuit het woord, maar ik ga niet vechten voor een kerk. Ja. Moeten we jongeren wel serieuzer nemen, misschien? Uh, hun vraag want, en hun worstelingen. Hebben we daar wel als ambtsdragers genoeg aandacht voor? Ja. Nou, die vraag dat vind ik echt een lastige vraag. Een vraag van. Uh, ik, ik, probeer, ik probeer ze serieus te nemen en uh, ik geef ze aandacht. Maar heel veel kerken. Glippen de jongeren, denk ik, door de vingers heen, ook van de Amstradagers, en hebben ze geen contact met de jongeren. Maar in mijn situatie zoeken ze mij zelf op. Hè. Ik hoef er niet op uit of zo. Dus ze zoeken zelf, en als je ze serieus antwoord geeft, krijg je ook serieus antwoord terug. Dus dat merk ik wel. Ja, he. ja. Het thema van vanavond is: de hemel is voor nu en de aarde is voor straks. Oh, ja. Ja, een, een, misschien op het eerste gezicht een wat wonderlijk thema. Maar dat heeft u zelf aangedragen. Waarom eigenlijk? Um, dit thema, daar zou je ook wel misschien wat tegen in kunnen brengen. Ook wel vanuit het woord, denk ik. Want het is een, toch een eenzijdige invalshoek. Maar juist bewust, denk ik, omdat deze invalshoek onderbelicht is. Um, wat, wat zit er achter dit thema? Uh, dat ik denk in de kerken dat we soms te geestelijk uh, met het woord omgaan. En dan bedoel ik te geestelijk, te eenzijdig. Uh, de Bijbel leert meer dan alleen wedergeboorte. Leert meer dan alleen bekering en rechtvaardiging. Uh, de Bijbel is niet alleen een geestelijk boek. Het gaat niet alleen over een geestelijk koninkrijk. maar het gaat ook over een concreet. Koninkrijk. Een letterlijk, fysiek koninkrijk. En waarom de aandacht daarbij? Ja, misschien heb ik dat ook wel in de loop van de jaren in mijn leven geleerd, bewuster geworden. Door het sterven ook van mijn dochter. Daar lang, daar lang al voor heb ik ook een kind verloren. Ik ben na gaan denken over het concrete leven, over het lichaam. Uh, is het koninkrijk van God alleen maar in de hemel, of heeft het in de toekomst ook iets te maken, letterlijk, over deze wereld waarin wij leven? Uh, dat waren bij mij onderwerpen die leefden niet zo in mijn hart. Ik zeg altijd bij dit onderwerp: dit is mijn tweede bekering geworden. De, en dit heeft te maken ook met Israël. Uh, Israël is niet alleen het geestelijke Israël, maar ik geloof ook gewoon in een letterlijk Israël. In een land, in een volk. Uh, tot op de dag van vandaag. Dus ik lees Israël als Israël en niet als geestelijk Israël. Terwijl in het algemeen denk ik de mensen het omkeren. Ik zal een voorbeeld noemen: met psalmen zingen heb ik dat zelf heel vaak. Ik heb mijn leven lang psalmen gezongen, ook toen God in mijn leven is gekomen, zijn de psalmen mij lief geworden. Maar ik dacht altijd, als het er over Israël gezongen wordt, het gaat over mij. Als ik maar vertroost word, en als de psalmen er op bord staat, waar ik door bemoedigd mag worden. En ik heb nooit één seconde nagedacht dat Israël gewoon Israël is. En niet dat ik dat ben. Dat het helemaal in de eerste plaats niet gaat om Gods gemeente, maar het gaat over het letterlijke Israël. Dus dat is in mijn leven een grote omkeer geweest. Waardoor ik op een andere manier de Bijbel ben gelezen. En dat wil ik gerust beleiden, ook aan de luisteraars. Misschien klinkt dat niet positief, maar ik bedoel het echt heel positief. Ik verlang elke dag, na die dag, uh, dat het koninkrijk niet alleen geestelijk is zoals het nu is, maar dat ook dat. Letterlijke koninkrijk zou komen, dat we met lichaam en met ziel uh, God gaan grootmaken. Want mijn grootste worsteling is dat mijn lichaam niet mee wil. Hmm. En dan bedoel ik met lichaam wat Paulus zegt: het lichaam der zonde. Want ik geloof op grond van het woord dat God ons niet alleen een ziel gegeven heeft, maar ook een lichaam om God groot te maken. Terwijl wij. Dat zei mijn moeder vroeger al: van opa is eeuwig in de hemel. U kent die uitspraak ja, van mij. Ja, ja, ja. Maar opa is helemaal niet eeuwig in de hemel. Opa is maar voor tijdelijk in de hemel. Want straks krijgt opa weer zijn lichaam terug. En zullen we met ziel en met lichaam God gaan grootmaken. Ja, je kan het geloven of niet, maar God kent mijn hart. Hier ziet ik naar uit. Ja. En als we dan Psalm 98 zingen, dan moet ik mijn eigen inhouden. En dan denk ik: straks dan zullen we huppelen. Letterlijk huppelen met onze benen en met ons lichaam van zielenvrucht. Als we straks eeuwig hier op aarde met hem zullen leven die ons lief heeft gehad. Ik las vanmorgen nog uit de openbaringen en ik zag het nieuwe Jeruzalem uit de hemel nederdalen. En hij zal in hun midden zijn en hij zal hun God zijn. En straks zullen Gods kinderen letterlijk met de Heere God hier op de aarde... Eeuwig met hem wonen. Van aangezicht tot aangezicht. Van aangezicht tot aangezicht. U kent het, hè, wat Paulus zei: van, uh, We kijken nou nog in een spiegel, zegt hij. Ja, als in een duistere reden. Als in een duistere reden. En dan bedoelt hij de spiegel natuurlijk in de tijd van dat Paulus leefde, mm -hmm. want het was een koperen plaat. En dan kon je de contouren wel zien, maar hij zegt straks: dan zullen we de contouren niet alleen zien, maar dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Ja, 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 ja. Dus oh. het is geestelijk. Laat dat duidelijk zijn: het koninkrijk van God is gelukkig geestelijk. Maar het is ook fysiek. Het is ook lichamelijk. Het is ook letterlijk. Het gaat over armen. Het gaat over ogen en over oren. En, nou, dus dat bedoel ik met de aarde is voor straks. En die aarde waarin wij nu met elkaar leven, die is eigenlijk helemaal niet voor nu. Als je hier even over nadenkt. Dan denken we, oh ja, als Gods kind straks sterft, gaat hij naar de hemel. Dus de hemel die is voor straks. En de aarde is voor nu, zo denken wij mensen. Ja, ja. Maar het is andersom. Ja. Want de, de hemel die is juist voor nu. Paulus zegt in Colossiëns 3, vers 1: Laat de kinderen Gods niet hier op aarde wandelen, maar laat hun wandel in de hemel zijn, ja. Ja. waar Christus is. Dus het wandelen des geloofs is een wandelen in de hemel en niet op de aarde. Maar er komt toch ook een nieuwe hemel? Er komt straks een nieuw uitspansel. Maar de hemel als plaats waar straks de kinderen van God zullen wonen, die komt straks uit de hemel op aarde. Want ik zag het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdenalen op de aarde. Dus straks, bij de wederkomst, zal de hemel de aarde raken. En kunnen we niet meer spreken over de plaats waar de Gods kinderen wonen. En om het even maar heel letterlijk te nemen, waar God zelf woont. Maar dat zal straks op de aarde zijn. Dan is er letterlijk een hemel op aarde. D dan wordt het letterlijk een hemel op aarde, ja. Ja, ja, ja. Hoe komt het nou dat er zo weinig zicht is op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. terwijl de Bijbel daar toch vrij helder over lijkt te zijn? Ja, hoe komt dat? Ik heb geen recht om dat te zeggen, denk ik, maar omdat het niet zo, er wordt zo niet wordt Een Ziel gered is al gered. Dat is de algemene uitspraak. En natuurlijk begrijp ik heel goed: als het geestelijk niet goed zit, kan het ook fysiek, lichamelijk straks niet goed komen. Dus het vertrekpunt is denk ik goed. Maar de erfenis, de erfenis waar Petrus zo vaak over spreekt, en Paulus. Die Christus verworven heeft voor zijn gemeente. is een letterlijk koninkrijk. Zie ik, schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een nieuw uitspans en een nieuwe aarde. waar gerechtigheid op wonen zal. Um, als dat in de prediking. weinig plaats heeft. dan moet ik helaas zeggen. zo de priester is. Zo is het volk. Zo is het volk. Ja. En daarom is het niet onverschillig. waar onze accenten. Liggen in de prediking. En doordat het mij persoonlijk misschien wel te vaak bezighoudt. Want de consequentie is natuurlijk dat je hier niet zo thuis bent hier op deze wereld. Je voelt je hier vaak echt letterlijk een vreemdeling. Maar straks zal dat ook er niet meer zijn. Dan zijn we geen vreemdeling meer, dan zijn we bijwoners. Ja, 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 precies. En dus dat hebben er allemaal wel mee te maken, denk ik. In een vorige uitzending uh, hebben we met u gesproken over de belofte voor Israël. En uh, we komen er straks nog even op terug met een vraag naar aanleiding van die uitzending. Ja. Uh, maar wat hebben die beloften voor het Joodse volk te maken met die nieuwe aarde? Ja, dus wat ik net probeer uit te leggen voor Gods gemeente. Uh, ik geloof dat dat ook geldt voor Israël. Hè? Dus we zeiden al: als wij Israël verwisselen. ...voor Gods kinderen, en we beginnen Genesis te lezen... ...ja, dan is er natuurlijk geen plaats meer voor een letterlijk volk. Ook niet voor een letterlijk land, belofte. Is er ook geen plaats meer voor de natie israël Want ja, dat is vervangen. Het gaat over Gods kinderen wereldwijd. Uh, dus dan, dan, dan vloeit als het ware het Oude Testament in het Nieuwe Testament over... ...en dan... Denk ik dat de waarde van het Oude Testament losgelaten wordt en krijgen we een Bijbel waar het alleen maar gaat over Gods gemeente? De kerken in plaats van Israël. Bijvoorbeeld, om het zo te zeggen. En de luisteraar die goed luistert, die denkt, oh zie je, kijk, die dominee heeft nog nooit Efeze 2 gelezen. Want in Efeze 2 staat gewoon dat in het kruis en door het kruis van Christus het onderscheid is weggenomen tussen Israël en de volkeren. Want in het kruis is er een nieuw schepsel. Want in Christus is er geen onderscheid meer in Jood en in Griek. Barbaar of skiet of dienstknecht of vrije. Maar zijn we alle in dat kruis in Christus één nieuwe schepping? Dan zeg ik, nou, dat heb ik ook onderzocht en dat heb ik natuurlijk ook gelezen. En dat blijft gewoon staan. Dus als het gaat over het geestelijke koninkrijk dan is er geen onderscheid tussen Israël en de volkeren. Maar ik geloof boven uh, Gods gemeente heeft Israël wel een plus. God heeft een verbond gesloten met dit volk. En in Deuteronomium 7 staat de overbekende tekst... die we allemaal hopelijk uit ons hoofd kennen... dat de Heer zegt, ik heb jullie lief gehad met een eeuwige liefde. En niet omdat jullie van die leuke mensen waren... niet omdat jullie zo sterk waren of groot... Maar ik heb mijn oog op jullie laten vallen. Ik heb jullie lief gehad boven de andere volkeren. En dat boven de andere volkeren, dat mogen we, mogen we nooit loslaten. Want dat is het plus voor Israël, dat de landsbelofte en de belofte als natie nog steeds een onvervulde belofte is. Waar God tot op de dag van vandaag mee bezig is om zijn belofte tot vervulling te brengen. Dat moet nog gebeuren. Ja. Daarom als ik die psalm zing, zouden Gods beloftenissen zijn vervulling missen, dan denk ik niet aan mijn eigen geestelijk leven, maar denk ik in de eerste plaats aan Israël. Ja. En dan zeg ik, Heere, u hebt beloofd dat uw beloftenissen zijn vervulling niet zullen missen. Ja. Dus dat letterlijk landje, letterlijk, daar moet nog heel veel mee gebeuren. Met dat letterlijke volk, daar heb God nog iets mee voor. Dat betekent dat u altijd scherp naar Israël kijkt, want daar gebeurt. Er komt een dag dat het licht zal schijnen vanuit Jeruzalem tot alle volkeren. En dat het in geestelijke zin een bepaalde vervulling al heeft plaatsgevonden, hè, doordat Christus uh, een Jood was, uit een Jodin geboren is. Geen ene Bijbelschrijver was een heiden, zeg ik de laatste dagen wel eens. Ze waren allemaal Joden. En dat heeft zijn vrucht al gehad voor de wereld. Maar Paulus zegt: wanneer straks Israël tot bekering komt, dan zal het een opstanding zijn uit de doden. Dus ik verwacht dat de Heer nog grote dingen gaat doen met dat letterlijke Israël. Ja. En sommigen zeggen tegen mij: ach, als ze maar tot bekering gekomen zijn, joh. En als al die Joden maar een nieuw hart hebben, dan druk God op de knop en dan is het voorbij. Dan zeg ik, jullie zijn zo geestelijk dat jullie alleen maar geestelijk kunnen denken. Maar God heeft beloofd dat hij letterlijk met dit volk zou gaan pronken. Dus de wereld kan niet vergaan als Israël tot bekering komt. God gaat nog met dit volk doen wat hij beloofd heeft in Leviticus, in Genesis, in Exodus. Dus de wereld kan volgens mij. Ja. Komt er dan, dankzij Israël een wereldwijde opwekking? Ik weet niet of je dit een opwekking moet noemen, maar Paulus zegt wel: als nou de verwerping. Al de verzoening der wereld geweest is. Nou, wat hebben we niet te danken hè, aan Israël? Het woord van de verzoening. Dus Gods, gods kerk uh, is niet gebleven bij Israël, maar de Heer hebt de volken er al bijgetrokken door middel van Israël. Ja, wat zal het dan straks wezen, zegt Paulus, als ze tot de aanneming komen? Nou, dan hoef ik dat toch verder geen invulling te geven, dan doet de Bijbel dat zelf. En ja, dan zou je toch wensen dat, ja, dat. vele meer als toen. tot het heil gebracht zouden worden door middel van Israël. Ja, ja. Nou, over Israël is ook zo'n vraag binnengekomen. Dat is naar aanleiding van onze uitzending de vorige keer over Israël. En de vraag die luidt als volgt: aan Dominé Simons. Ik vond de uitzending over het thema Israël. van Pastorie Online met u overwegend erg waardevol om te beluisteren. Maar over het laatste stukje van de uitzending heb ik wel wat vragen. U zegt nou dat Paulus nergens gezegd heeft dat hij naar de hemel verlangt. Terwijl ik lees van Paulus, die opgetrokken is geweest tot in de derde hemel, in Filippenzen 1, vers 21, want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. En in vers 23, want ik word van deze twee gedrongen. Hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Hoe ziet u dat? En u zegt dat Paulus de Bijbel boordevol heeft geschreven: dat hij verlangt naar de wederkomst. Maar waar schrijft Paulus dat? Goed, even naar Filipense. Um, ik geloof dat dat niet in tegenspraak is met wat ik gezegd heb. Want Paulus verlangde om ontbonden te zijn, losgemaakt te zijn. en om met Christus verbonden te zijn. Dat is waar het over gaat. Dus hij verlangde naar de verbintenis. om onafgebroken eh, bij Christus te zijn. Hij verlangt niet specifiek naar de hemel, maar hij verlangt om bij Christus te zijn. Dat, dat, is, het. dat is het denk ik. En waar plaatsen wij dan Christus natuurlijk? In de hemel. En dat is vandaag zo, hè. in deze bedeling leert Gods kind om door het geloof te leven waar Christus is. Dus de Hebreeënbrief en de Colossensebrief en de Filippensebrief, die wijzen ons allemaal dat hij aan de rechterhand van de Vader is. Laat onze wandel daarom in de hemel zijn waar Christus is. Straks zal Christus hier op de aarde zijn. Dat zegt Johannes in 1 Johannes 3, op veel andere plaatsen. En Paulus, als je echt leest over teksten... Waar hij het hebt over de wederkomst, en daar heeft hij het heel vaak over, in de Thessalonicense brief heeft hij het over de wederkomst, in 2 Korinthe 5 heeft hij het over de wederkomst, nou zo zou ik echt tientallen teksten kunnen aanwijzen, waar het telkens gaat, laat ik 2 Korinthe als voorbeeld nemen, um, onze aardse huis, deze tabernakels, afgebroken wordt, dat wij een huis hebben, moet u horen, niet met handen gemaakt, maar nou komt het eeuwig in de hemel. Je zou denken, oh Paulus verlangt natuurlijk naar de hemel. Nee, hij zegt daar dat dat huis wat klaar ligt, dat ligt in de hemel klaar. En dan zegt hij in vers 2, en dan verlang ik ernaar om met dat hemelse hier op aarde overkleed te worden. Dus dan gebruikt hij het beeld van een jas die in de hemel klaar ligt, met iets gesproken, want ik gebruik alleen het beeld wat Paulus gebruikt en hij zegt niet... ik hoop dat ik straks naar de hemel ga... en daar die jas aan mag trekken. Nee, ik zie eruit dat die jas hier op aarde... mag worden aangetrokken. En nou komt het. En dan zegt hij, weet je waar ik erg tegen opziet? Om straks uitgekleed te worden. Dus die jas die ik nu aan heb... hier op aarde... die moet straks uit. En die gaat natuurlijk uit bij het sterven. Hij zegt, maar dan is mijn ziel naakt. Dan heb ik wel een kleed in de hemel... Wat klaar ligt voor hier straks op aarde. Maar hier wordt dit aardse kleed uitgetrokken, mijn lichaam. Dus ik hou een naakte ziel over. Dat beeld gebruikt hij. En dan zegt hij: Maar ik hoop straks dat ik niet hoef te sterven. Maar dat ik in een punt des tijds veranderd zal worden. En dat ik met het hemelse hier op aarde oh ja. overkleed zal worden. Ja. Nou, ik vind dit. Die tekst heb ik nooit begrepen. Dat heb ik ook al worstelend. Een uitleg bij gekregen. En dit vind ik een heel mooi beeld om iets te laten zien. dat de apostel Paulus verlangde naar de wederkomst. Met lichaam en ziel God groot te maken. En hij zegt: Zolang als ik dat nieuwe lichaam niet heb, ben ik naakt. Ben ik uitgekleed. Ja. En daar zie ik tegenop. Ja, hij verlangt naar een aards koninkrijk: naar een aardsch. hier op aarde. Dus. Ja, die tabernakel die niet afgebroken mee wordt, die eeuwig is, die ligt wel bewaard in de hemel als een erfenis. Mm -hmm. Maar hij ziet er naar uit om hier op aarde daarmee overkleed te worden. Dominee, de tweede vraag luidt als volgt: Ik mag geloven dat de Heer Jezus Christus voor mijn zonden gestorven is. Alleen vind ik het zo moeilijk om uit te zien naar dat eeuwige leven, als ik weet dat mijn kinderen en mijn man dit geloof nog niet ontvangen hebben. Dit is mijn grootste gebed. Maar doe ik de Here dan niet tekort om er niet naar uit te zien? Ik heb toch ook de verantwoordelijkheid gekregen van mijn kinderen om hen naar de vrezen des Heren op te voeden? Ik voel dit echt als een knelpunt. Is dit herkenbaar? Ik wil juist graag Uitzien naar de he eeuwige heerlijkheid. Ja, hoe ziet u dat, eh, Dominé? Goed, deze vraagsteller stel of stelster. Uh, die vindt het een knelpunt. Ze bedoelt, denk ik, dat het ene in strijd lijkt met het andere. Ja. En ik kan alleen maar zeggen: van. U hebt gelijk, want ik heb dit probleem ook. Uh, wanneer het ene boven ligt, het verlangen dan kun je bijna jezelf wel eens schuldig voelen dat je denkt van ben ik wel bewogen met mijn omgeving die ik achterlaat. Alleen ik moet eerlijk zijn wanneer de liefde mij doet uitzien naar zijn komst, dan ben ik op dat moment vergeten wat hetgeen wat ik hier achterlaat. Dus dat is voor mij niet een tegenstelling. Want als het een tegenstelling is, zou er geen vreugde kunnen zijn en geen uitzien kunnen zijn omdat je altijd belemmerd wordt door de gedachte van, oh, maar wat laat ik hier allemaal achter? Want er is altijd wel iemand die achterblijft die je Ja, zeker, je liefde. zeker wel. Ja. En het gaat niet over dat je daar dan geen oog voor wil hebben... maar de liefde overstijgt dat. Dus het verlangen, het heimwee naar zijn komst... overstijgt uh, op dat moment in ieder geval hetgeen wat je hier achterlaat. Er zijn ook andere momenten in je leven dat je juist worstelt... Ja, met al diegenen die je lief zijn... Je gezin, je kinderen, je gemeente, je omgeving en trouwens de wereld die we achterlaten. En dan zou het bijna zijn, zoals Petrus natuurlijk ook in zijn brief zegt, hè, van uh, de Heere vertraagt de belofte, omdat er nog velen tot bekering zouden komen. Dan zou je bijna zeggen, je zou het hopen dat het nog niet zo snel gebeurt, mm -hmm. want dan kunnen er nog veel mensen tot bekering komen. Ja. Maar dan ben je net zo goed denk ik eenzijdig bezig. Dus zo, ik heb net de ene kant geprobeerd te belichten. Wanneer je heimwee en een verlangen hebt naar de wederkomst... dat je dan even vergeet wat je hier achterlaat. Maar omgekeerd is dat natuurlijk dan ook zo. Als je hier bevangen bent met de zorg van degene die je achterlaat... heb je op dat moment niet zoveel verlangen om uit te zien naar zijn komst. Dus ik denk dat de vraagstelster of steller... Zich bewust moet zijn dat die twee dingen tegenover elkaar stelt. Die moet je niet tegenover elkaar stellen, maar gewoon naast elkaar moet laten staan. De Bijbel spreekt ook over dat spanningsveld. van aan de ene kant uitzien. en aan de andere kant vertraagt God de belofte. omdat er nog tot bekering zouden komen. Dus zo ervaar ik zelf. toch een soort balans in mijn geestelijk leven. want ik heb ook kinderen, ik heb ook kleinkinderen. en ik hou ook van de gemeente waar ik sta. En ik ben ook bewogen met het volk door Gods genade. Maar als de liefde alles overstijgt, dan word je overal bovenuit getild. En als je weer met twee benen op de aarde staat, dan vouw je je handen en dan bid je of dat God er velen nog trekt voordat de dag komen zal. Ja. Hoe deed Mary Winslow dat? <laughs> ja, van de week hadden we het nog even over Mary Winslow. En toen zei mijn vrouw, ik heb dat boek geloof ik wel acht keer gelezen, eh, waar deze moeder eh, vertelt hoe ze met haar nageslacht omging. En dat deze vrouw, ik weet niet of ze dat tegen haar kinderen verteld heeft, ik vermoed van niet, maar ze was overtuigd dat God al haar kinderen toe zou brengen tot het heil, terwijl ze nog niet toegebracht waren. En dat was haar troost, waar ze zich aan vastklampte, dat de Heer beloofde dat ze alle bij de kudde zullen behoren... die niemand tellen kon. Dus die vrouw die was heel veel kramp kwijt. Ja. Hoe kwam ze tot die overtuiging? Uh, ik denk dat deze vrouw... of denk, ik heb dat toch van mijn vrouw, die heeft dat heel vaak voorgelezen. Uh -huh. Maar door de belofte... die ze in het woord had ontdekt... voor haar nageslacht... heeft deze vrouw hoop en verwachting gekregen... voor haar nageslacht. Dus door het woord... Uh, ik de weet belofte niet, met, van het woord? De belofte van het woord. Misschien zeggen we dan twee dingen die allebei hetzelfde zijn. Want het woord staat, denk ik, boordevol met belofte. Het wordt niet altijd zo gezien, natuurlijk. Want beloften worden dan. Uh, ja, zijn ze wel voor mij? Ja, maar het geloof ziet het in ieder geval wel. Ja, het is, het ja. geloof ziet in het woord de belofte. en het ongeloof ziet geen ene belofte. Ik denk dat dat het is. Dus het is een akker. De schrift is een akker die boordevol ligt met Gods belofte. Maar er wordt wel eens gezegd... Ja, die beloften zijn alleen voor de uitverkorenen. Ja. nou Ten diepste is dat natuurlijk ook zo. Ten diepste. De, de vervulling van de belofte... is voor de gelovigen. En de gelovigen zijn de uitverkorenen. Dus in die volgorde... moeten we het wel blijven, blijven zien. Maar het ongeloof... ziet alleen maar bedreigingen. En het ongeloof ziet alleen maar vloek en donder. En het ongeloof ziet maar... één kant van God... En dat is de kant van dat hij heilig is en rechtvaardig is. Maar het geloof mag uit de schrift eh, vertroost worden en bemoedigd worden. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn nageslacht. Ja, Ik zal stromen gieten op het droge hè, en water op de dorstig of omgekeerd. Als die belofte je beetpakt, dan krijg je zulke grote gedachten van God. dat je je armen wel om alles heen zou willen slaan. ...wat niet lukt natuurlijk, maar de liefde wil dat dan wel. Omdat de rijkwijde van de belofte zo uitgestrekt is... ...dat het bloed van Jezus Christus genoegzaam is... ...tot verzoening van de gehele wereld. De en voor lastig. de luisteraars die dit lastig vinden... ...ik hou heel erg voor de drie formulieren, dat hoort u wel... ...want zo hebben onze Vader het ook verwoord in de formulieren... Hè? Uh, dus dat is denk ik het geheim van het geloof. Ik zeg altijd: ik hoop dat ik nog één keer mag preken. En dat ik de wereld mag voorhouden wat geloof is. Ik ben al zo lang, bijna 30 jaar preek ik al. Maar ik heb nog steeds dat ik het woord geloven niet naar waarde onder woorden kan brengen. Want ja. ik vind dat zoiets kostbaars. Ja. Horatius Bonard die zegt: uh, predikanten moeten zo preken alsof Christus morgen terugkomt. Ja. En aan de andere kant heb ik net aan de mensen voorgehouden... hij komt nog niet terug, want de beloftes moeten nog ja. vervuld worden. Daar heb je ook weer zo'n spanningsveld... als die mevrouw of die meneer in, de, in zijn brief verwoordt... van hoe kun je nou uitzien naar de wederkomst... terwijl je, nog, je kinderen nog onverzond zijn. Dus zo zie je, de Bijbel is niet een cijferboek... is geen puzzelboek... Uh, ...is niet altijd consistent, is niet altijd um, zo, zo logisch als het verstand misschien zou willen. Ja. Altijd blijft er een kloof van het wonder tussen zitten. Ja, dat ja. is maar goed ook. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Dominee, we gaan naar de derde vraag. Daar staat aan dominee Simons... ...ik top verschrikkelijk met mijn eigen ik. Ik weet verlost te zijn van zonde en schuld. Ik weet dat ik in de vrijheid gezet ben... Ik heb het gehoord uit zijn woord, maar ik blijf zo last hebben van zondige gedachten en begeerten. Ik wil het niet, maar het blijft me achtervolgen, lijkt het. Wat moet ik toch? Wat moet ik toch? Eh, niet zozeer wat moet ik doen om zalig te worden, hè? dat is niet mm -hmm. zozeer de vraag. Maar de vraag is dat deze vraagsteller of stelster worstelt met het vlees wat nog overgebleven is. Ja, de zonde na de wedergeboorte. Ja, Paulus noemt dat in Romeinen 7 het lichaam der zonde. En wij kennen natuurlijk allemaal, denk ik, ook de Drie-slag, hè? Romeinen 6, 7 en 8. Eh, dat Romeinen 7 tussen Romeinen 6 en 8 in staat. En dat daar iets vertolkt wordt van de worsteling van de gelovigen. Waar natuurlijk heel veel discussie over geweest is. Hè? Gaat Romeinen 7 nou over een onbekeerd iemand? Ja. Of gaat Romeinen 7 nou over de strijd van Gods kind? Hè? Nou, voor mij is dat geen enkele vraag, want Romeinen 7 is ten voeten uit de worsteling van Gods kind, die nog met twee benen hier op de aarde staat en aan de andere kant met zijn hart in de hemel wandelt. En ik vind altijd het wonderlijke van Romeinen 7 dat de apostel Paulus probeert het onder woorden te brengen. En dan zegt hij op een gegeven moment, ik snap het eigenlijk zelf ook niet meer. Want het goede wat ik wil, door de genade van God, want van nature wil ik het goede niet. Dus degene die het goede wil, dat is genade van God, dat doe ik niet. En hetgeen wat ik heb leren haten, zegt Paulus, dat doe ik. En dan zegt hij op een gegeven moment, ik snap het niet meer. En dat, dat lijkt geen antwoord op, mijn, op de vraag. Maar ik denk dat dat het dilemma is, hè? dat je het eigenlijk niet kan bevatten, dat je na ontvangen genade nog geneigd bent tot kwaad, terwijl je het eigenlijk haat. En dat je het goede verlangt om te doen, om je op te laten branden in het koninkrijk. En dat je dat goede nou niet doet, hè? dat er ook een keerzijde is. Dat geeft een conflict als het ware in je. Hard, vooral als we net tot het geloof gekomen zijn. Ik weet nog heel goed toen ik in mijn leven tot ruimte kwam en dat ik eh, mocht zien dat in Christus mijn zonden teniet gedaan waren en dat Gods gramschap geblust was. Toen dacht ik, nou gaat het beginnen, nou komt er een nieuw leven. En ik, ik was zo naïef dat ik dacht, Gods kinderen die zondigen niet meer, zo naïef was ik. Terwijl ik al wat afgeworsteld had met het heil. Maar dit was nooit tot me doorgedrongen. Totdat er weer zonden in mij levend werden. Waar ik echt van dacht dat ze gedood waren. Ik dacht ze zijn uitgerukt met wortel en met tak. Maar ze lagen als het ware bedekt. Ze waren er nog steeds. Ze waren verzoend. Ze waren gezuiverd. Ge gewassen door het bloed. Maar toch staken ze telkens weer de kop op. En toch was er iets veranderd. Want vroeger probeerde ik in eigen kracht die zonde te niet te doen. Ik dacht: als ik ze nou onder de knie heb, dan ben ik ontvankelijk voor genade. Dan heb God een aanknopingspunt om in mij aan te knopen, om mij genade te kunnen zijn. Nou, u begrijpt, die strijd heb ik verloren. Paulus zegt: ik ben door de wet aan de wet gedood. Maar het laatste snapte ik niet, opdat ik goden zou leven. De Farizeeën draait het om. Hè? Ik ben door de wet gaan leven en hij dacht daardoor goden te gaan leven, maar het tegendeel gebeurde. Maar Paulus zegt toen ik gestorven was, toen ben ik pas goden gaan leven. En dit is weer, Gert, het geheim van de Bijbel. Wanneer ik de strijd opgeef en wanneer ik tot de conclusie moet komen dat er in mij geen goed woont. Komt er plaats dat ik godig gaat leven door het werk van die grote ander? Maar in ieder geval, toen dat weer de in mij opstak, toen dacht ik: of er klopt iets bij mij niet. Of ik heb me iets toegeëigend wat me niet toekomt. Want als het echt was geweest, dan had ik hier allemaal geen last meer van gehad. Maar het was natuurlijk onkunde. Ik had onderwijs nodig. Ik had meer licht in de schrift nodig. En dat heeft de Heer hem ook gebracht. En toen heb ik wel geleerd dat de verzoening teweeg gebracht was en dat de zonde te niet gedaan was, maar nu komt het. Er is nog iets wat Gods kind heeft gekregen, na ontvangen genade. En dat is dat de Heilige Geest in hem is komen wonen. En dit had ik nooit, nog nooit gehoord en nog nooit gelezen. Maar die geest is hun gegeven om de zonde die nog in hun overgebleven is, om die door de Heilige Geest te doden. Dus het is niet in eigen kracht dat we de overblijfselen van de zonde moeten doden, maar God zegt, ik heb mijn heilige geest gegeven, omdat je door de heilige geest in staat zal zijn om de zonde te doden. Maar nou, hoe gaat dat dan? Um, maar eerst even om de zonde te doden, want dit klinkt bijna als een soort overwinningsleven, hè? Ja, ja. Dus van we hebben nu daar een geest en daar kunnen we nu over beschikken, want die, hebben we, die is in ons komen wonen. Mm -hmm. En ik leef niet meer, maar Christ, Christus leeft in mij, dus we kunnen nu op de toppen wandelen. Ja, Luther zou zeggen, als ik volmaakt kon geloven, dan was dat zo. Maar het geloof is vaak zo onderhevig door de influisteringen van de Satan. Ik ga het niet opnemen voor Gods kind dat hij in zwakheid in zonde valt. Want het is ongeloof, kleingeloof. Het is gehoorgeven, je niet genoeg wapenen met het borstwapen van het geloof. Hè, waar Paulus van zegt in de Efezebrief, doet aan hè, de wapenuitrusting Gods. Dus als wij uit zwakheid in zonde vallen, is het ook van, we hebben de wapenuitrusting niet aangedaan. Het is onze eigen schuld. Dat is het. Dus daarom zeg ik... het is niet alleen uit zwakheid... van nou ja, Gods kind is nou eenmaal zwak... en ja, we worden nooit eenmaal vermaakt... en het is hier toch allemaal maar ten dele. Als we zo redeneren... ik denk dat dat geen geestelijke taal is. Maar dat betekent dat we niet in zonde vallen... maar in zonde springen. Ja. Vallen wil misschien ook wel zeggen... het gebeurt juist in onbedachte momenten... dat we... Onbedacht er geen ergen hebben, dan we denken dat we op het pad lopen en we struikelen zomaar. We vallen zomaar in een kuil waar we niet op gelet hebben, waar we niet alert op waren. Dus dat is denk ik vallen. Vallen is niet zomaar van nou ja goed, we vallen nou eenmaal. Nee, dat is ook wel door onbedachtzaamheid, door vleeselijkheid, door kleingeloof. En dat leer je wel meer en meer dat. Het jaar toch ten diepste door traagheid, door wereldgelijkvormigheid, door niet dicht bij Christus te blijven, dat je daardoor ontvankelijker bent om in de klauwen te vallen van Hem die er altijd op uit is om je te laten vallen. Ja, maar een kind van God valt in de zonde, maar kan daar nooit in berusten, natuurlijk. Ja. Van de week op de Bijbelkring zei iemand... ja, maar David, die is toch niet gevallen in de zonde? Het is met volbedachte raden geweest dat hij Uria gedood heeft. Dat is niet zomaar even. Ik zeg wel eens, ja, ik durf het haast niet te zeggen... want het is niet tot onze eer, tot onze schande... maar Gods kind zondig bewust. Onbewust zondigen, dat kan ook. Dat je zomaar onverwachts geconfronteerd wordt... Maar vaak zondert hij gewoon tegen beter weten in. Dat is David natuurlijk ook gebeurd. Hij wist heel goed dat hij fout was. Hij had tijd genoeg om tot bezinning te komen. Maar David wilde natuurlijk niet tot bezinning komen. Want dan moest hij van de troon af en zijn kroon moest eraf en dan moest hij openbaar komen. Dus daar heeft David ook tegen gevochten. Gelukkig heeft hij dat verloren. Maar het hebben ook acht maanden geduurd. Hè? Of zeven maanden in ieder geval. Dat hij het kwaad toch niet voor God. en voor anderen heeft beleden. Dus. wat is vallen en wat is in de zonde leven? Een lastige vraag, denk ik. Ja. Maar een kind van God leeft niet in de zonde. maar die valt dus in de zonde. om dat onderscheid even helder neer te zetten. Zou ik het zeggen? Het is een incident geweest bij Paulus. Hè? Bij, bij, bij David. Ja, het is niet dat zijn leven. ...hierdoor getekend is. Mm -hmm. Dit is een momentopname geweest. Tuurlijk, het heeft lang, te, veel te lang geduurd. En hij heeft aan de gevolgen van ondervonden. Jazeker. Tot op zijn dood toe. Juist. En als er één man uh, geweest is die de pijn en de gevolgen van zijn eigen daden... ...tot diep in zijn nageslacht heeft moeten ervaren... ...dan was het David. Laten we dat niet onderschatten Wat dit voor een verdriet teweeggebracht heeft in het leven van Gods kind. De man naar Gods hart hè. Ja. Maar ik denk dat het ook wel zo is wat we ook in de kerk misschien wel een beetje kwijt zijn. Er is niet alleen Romeinen 7 en er is niet alleen het, de, de inwoning van de Heilige Geest Romeinen 8, maar er is ook Romeinen 6. En Paulus zegt daar, wanneer wij door het geloof gerechtvaardigd zijn, dat gebeurt buiten ons, zonder ons, maar gebeurt er ook iets in ons. En wat gebeurt er ten diepste in ons, zegt Paulus? Er wordt iets in ons geknakt. Er wordt iets gebroken in ons. En dat wordt nooit meer zoals vroeger. En hij noemt dat dat de macht die de zonde over ons hadden, dat die macht in ons gebroken is. Dus wij kunnen in die zin niet meer leven zoals we altijd geleefd hebben. Die brug is ook opgehaald. Ja, ja dus dat is de. Je hoort wel of zo met elkaar. En de luisteraars thuis hebben dat natuurlijk ook heel sterk. Die denken die dominee zegt dit niet en die dominee zegt dat niet. En misschien horen de luisteraars niet meer wat ik wel zeg. Ja. Want op het moment dat je heel veel gaat zeggen, kom je erachter dat je heel veel niet zegt. Ja, ja. Dat kan ook niet anders. Nee, in het koninkrijk van God kom je nooit uitgepraat. Ja. Of misschien toch wel. Misschien toch wel een keer uitgepraat. Ja. Dank u wel, dominee. We moeten afronden. Dank voor uw aanwezigheid. En we willen u ook van harte zegen toewensen op uw werkzaamheden in Gods Koninkrijk. En mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze uitzending, dan kunt u deze sturen naar vragen.refoweb.nl U kunt natuurlijk ook dominee Simons direct benaderen. Tot volgende week bij Leven en Welzijn.